Wat was je status eigenlijk privé op dat moment? Had je al iemand ontmoet met wie je... Ik ben getrouwd voordat ik het zeg maar wat grotere geld ging verdienen. Ja. Met Marja, die is overleden, vorig jaar overleden, heb ik 2 kinderen gekregen. En dat was zeg maar een traditioneel monogaam huwelijk. En toen had ik op een gegeven moment een dame ontmoet uit IJsland. Ja. En daar ging ik vreemd mee. En dat vond ik eigenlijk zo naar dat ik dat deed. Ik hou niet van achterbakse dingen. Kan ik gewoon niet tegen. Dat zij niet weet. Ik had die vrouw in een appartement in Brussel gezet. Een huurappartement in Brussel. En dan ging ik daar regelmatig naartoe. Past niet echt bij iemand die door 3 sterke vrouwen is opgevoed. Om dan een vrouw ergens in een appartement te zetten. En dan ook nog een keer een andere relatie te hebben. Toch? Het klopt. Dus dat is gewoon zo. Dat zal mijn vroege midlife crisis zijn geweest. Ja. Heus. Dat is, jij kan dat natuurlijk hier wel veroordelen. Maar het gebeurde gewoon. En ik ben... Ik voordeel ook Ik concludeer. Ja. Nee, ik zie een soort... dat rijmt niet helemaal met elkaar. Dat is gewoon conclusie. Ik had net een kantoor in IJsland in Reykjavik geopend. Ja. En ik kwam daar een hele leuke vrouw tegen in een pianobar. Dat werd heel spectaculair, hè, vrij snel, die dagen dat ik daar was. En het gaf een heel goed gevoel. Ik had in die tijd wel voor mijn huwelijk allerlei vriendinnen gehad, maar niet tijdens mijn huwelijk. Toen met die IJslandse had ik een gevoel, ik wil zo niet zijn. Ik wil niet een situatie hebben dat als ik eens een keer een andere vrouw leuk vind, dat ik dat dan geheim moet houden of dat ik dat stiekem moet doen. Zo ben ik gewoon niet. Nee. En ik kan ook op dat punt dan gewoon niet met mezelf uit. Dan vind ik mezelf ook geen leuk mens. Nee. En toen heb ik besloten, ja, ik wil het zo niet meer. Dus toen mijn tweede huwelijk misliep, toen heb ik gezegd van vanaf nu wil ik alleen nog een open relatie. Ja, je zegt nu al een paar keer open relatie. Ja, of polyamoureus wordt ook wel eens gezegd. Ik vind het verschil een beetje dat bij... Polyamoureus is dat je dan dus meerdere relaties hebt. Ja, dus nu ben ik getrouwd en 2 vriendinnen. Dan ben je sowieso polyamoureus. Ja. Dat zijn voor mij volwaardige relaties. Ja. Waarbij je niet altijd alles verdeelt in timing. Van je bent de helft van de tijd daar en de helft van de tijd daar. Dat hoeft niet per se. Ja. Op papier klinkt het allemaal heel aardig. Maar in de praktijk merken veel mensen dat het toch wel iets met hen doet. Om zoiets... Ja, maar dat is omdat jaloezie de hoer van de machteloze is. Nee, dat bedoel ik. Maar het levert niet veel echte liefde op, hè? Jaloezie. Omdat als je, zeg maar, 20 jaar met iemand gaat en je hebt geen enkele andere mogelijkheid om zeg maar, intiem te worden met iemand anders, dan mis je vaak verlangens bij die ander ook, maar ook bij jezelf. Dat je bepaalde verlangens hebt die je niet meer kunt tot uiting kunt laten komen. Ja. En heel soms merk je dan ook dat mensen daar problemen over krijgen in hun relatie. Vind jij Nederland dan niet een vreselijk conservatief land? Want ik weet dat iedereen hier meningen over heeft. Nou, het is een beetje achterbaks. Want als 60% van de mannen vreemd gaat, die cijfers zijn, dan gaan ze ook niet allemaal vreemd met vrouwen die zelf niet vreemd gaan. Want heel veel vrouwen zijn op die leeftijd ook getrouwd. Dus, ja, maar je hebt ook wel vrijgezelle vrouwen, hè? Ja, maar dat is niet zo dat 60% van de mannen vreemd gaan met vrijgezellen vrouwen. Okay. Ja, ik ken die exacte cijfers niet. Kennen deze 3 vrouwen van jou eigenlijk elkaar? Ja. Zijn ze wel eens in dezelfde ruimte geweest? Ze zijn in ieder geval vaak op 1 ruimte als wij met elkaar spreken op FaceTime. Hè? Oh, jullie dus hebben ook van die soort van Zoom-gesprekken of FaceTime-gesprekken? Ja, niet echt met z'n 3 tegelijk, maar ze zijn wel in dezelfde ruimte. En zij weet dat de andere vrouw er gewoon is. En de kinderen, wat vinden die hiervan? Mijn dochter heeft het altijd wel een beetje lastig gevonden, mijn oudste dochter. Die vond dan kwam ze met haar vriendinnen op een feest van mij. En dan zeiden die vriendinnen natuurlijk, waarom staat je vader nou de ene keer met de ene vriendin in zijn armen en de andere keer met de andere vriendin in zijn armen? Wat zeg jij dan? Dan zeg ik tegen haar, je moet gewoon zeggen wie ik ben en hoe dat in elkaar zit. We hebben het over rechtvaardigheidsgevoelens gehad en onrecht, et cetera. Ik zit te denken, als advocaat moet jij dit ook wel onrechtvaardig voelen, dat onze systemen zo zijn ingericht dat je maar met, volgens mij, 1 persoon mag trouwen. Toch? Ja. Dat klopt? Ik vind ook dat de wet zou moeten veranderen. Maar ik heb wel meer ideeën die heel erg, zeg maar, innovatief zijn. Ja, maar als we even beperken tot dit eerst. Dus ja, ik vind dat in de wet veranderd moet worden. Dat je met bijvoorbeeld meerdere personen een huwelijksrelatie mag hebben. Voor duidelijkheid, zowel de man
als de vrouw, je mag met meerdere mensen trouwen. Ja. Waarom moet de overheid bepalen dat er maar één man of vrouw in jouw leven kan zijn waarmee je formeel bent? Is er ruimte voor een vierde vrouw? Nou ja, ik zou altijd kunnen, want stel dat je er opeens verliefd wordt en zij ook. Ja. Dus, is het te managen? Maar je moet wel uitkijken dat het niet te veel wordt, denk ik dan, ja. Dankjewel voor het gesprek. Ja, jij ook bedankt.